hondenweer. Een groep van 12 renners gaat al na 13 kilometer resoluut in de aanval. Best geclasseerde is de Oostvlaming De Smet, maar verder ook Den Braber, Korvers, De Koppel, Opeel en Van Looy. Grote afwezigen zijn weer de mannen van de nationale ploeg. Na 50 kilometer bij de beklimming van Lezo hebben de 12 2 minuten en 5 op een groep, waardoor Ruffin De Smet al winnaar van de eerste etappe virtueel leider wordt. Bij de beklimming van de Kloosterstraat wordt de Pol Kozinski gelost en komt er eindelijk reactie in de groep. Reactie uiteraard van de nationale ploeg met Huibrechts, Thijs, De Klerk en Vervoort, die later na valpartij moet opgeven met een knieblessure. We zitten op de kasseien van Oetingen op 60 kilometer van de streep met de Nederlanders Kemper en Den Braber opvallend achterin. Opeel en Jent worden gelost en betrekken dus met 9 leiders naar de Bosberg. John Den Braber komt daar als eerste boven en wordt dus leider in het bergklassement. Eén renner werkt zich nog los uit de groep. De Nederlander Voskamp, leider in het puntenklassement, maar dichter dan 2 minuten komt hij niet. Bij de laatste doortocht aan de streep met dus nog 10 kilometer te rijden hebben de 9 3 minuten 20 op het peloton. Het meeste werk aan de leiding wordt geleverd door De Smet en Korvers. We krijgen dus een spurtje waarin de Nederlander Kemper zich nog de meest frisse toont. Hij wint voor Oudries en Korvers. Ruffin De Smet wordt negende, maar pakt wel de gele trui over van de Duitse Jekyll.